Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een tweetal fronten heeft ons land de afgelopen dagen gepasseerd. Een eerste front passeerde eergisteren en ligt inmiddels al bijna boven Oost-Europa. En een tweede front is afgelopen nacht over ons land getrokken en dat trekt alleen maar verder oostwaarts. Een volgende zwakke storing die ligt er weer klaar boven de Noordzee en boven de Britse eilanden. En daarmee krijgen we vanavond en vannacht te maken. Als we de, de actuele radarbeelden bekijken, dan is te zien dat het eerste front ons land net heeft verlaten en een tweede wat zwakkere storing. met de buien richting de westkust nadert. Daarbij kan onweer voorkomen, met name aan zee is daar kans op. Het zeewater is warm en met de koude bovenlucht is het dus erg onstabiel. Sterker nog, het zeewater is momenteel zelfs warmer dan het oppervlak boven Nederland. Want in de koele lucht is het op de meeste plaatsen vanmiddag maar 16 tot 19 graden geworden. En dat terwijl de zeewatertemperatuur zo'n 17 of 18 graden is. Vanavond dus een aantal buien, met name in het noordwestelijke kustgebied en in het noorden. Met name in het noordwestelijke kustgebied, daarbij ook kans op een klap onweer. Het waait stevig aan zee, daar krachtig, windkracht 6 en boven land is de wind meestal matig, windkracht 4. Aan zee bij buien kunnen ook zware windstoten voorkomen. De temperatuur vanavond ligt wel rond een graad of 13. Vannacht dan trekken de buien langzaam weg. Opklaringen die winnen dan geleidelijk terrein, met name in het zuiden en oosten van het land. Daar daalt de temperatuur plaatselijk tot onder 10 graden. Aan zee met de wolkenvelden, de stevige wind en de hoge zeewatertemperaturen koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen dan zien we een tweedeling in ons land. In het zuiden is het meestal droog en zien we regelmatig de zon. In het noorden zijn wat meer wolkenvelden aanwezig en daar valt dan af en toe ook een spat regen of een enkele bui. De Zuidwestenwind die blijft stevig, matig boven land, vrij krachtig tot krachtig aan zee. En dat is een windkracht 5, misschien eventjes een windkracht 6. De temperatuur 17 tot lokaal 20 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten van het land. De komende dagen dan blijft de tweedeling in ons land eigenlijk aanwezig. Zondag ook meer wolken in het noorden van het land, lokaal misschien ook een bui of een spat regen. Meer zon in het zuiden, dan temperaturen 20 graden in het noorden, lokaal 24 in het zuiden. Maandag en dinsdag blijft het dan waarschijnlijk overal droog. De temperaturen in het noorden blijven wat lager, met rond 20 graden. In het zuiden van het land kan het dinsdag lokaal misschien al wel zomers warm worden. Op de langere termijn dan zien we alsnog grote verschillen, maar ook heel veel spreiding in de verwachting, met name op woensdag en donderdag. Dat heeft ermee te maken met dat de scheidslijn tussen de koele en de warme lucht boven ons land komt te liggen. Ligt die scheidslijn net ten noorden van ons land, dan kan het in het zuiden van het land zomers warm worden. Ligt de scheidslijn boven of ten zuiden van ons land, dan zitten we overal in de koele lucht of hebben we te maken met bewolking en buien, waardoor het wat minder warm wordt. Vandaar die enorme spreiding dus op, dinsdag, op woensdag en donderdag. Daarna dan zitten we dus weer in de koele lucht en dan is de spreiding weer minder groot, met dan temperaturen rond een graad of 20, dat is alsnog rond of zelfs iets boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl